Het is verdomd vroeg. Ik heb de kutse nacht ooit in mijn leven gehad. En we hebben allemaal leuke ballonnetjes. Eerst naar die hondjes toe, hè. We gaan nu lekker eten. De vlogcamera is terug. Eentje, hè? Mooie jongen. Voor degene die denken, ik heb opeens voelsprieten in het echt. Ah. Ik ben een... Ben je zo'n mooi leeuwtje? En dit is nou de man van mijn dromen. Een ellende, maar Eloy heeft een nieuwe auto gekocht. Ik ben een gierige Nederlander. Jongens, welkom bij een nieuwe vlog. Echt, als jullie zien hoe ik eruit zie, zo voel ik me gewoon precies. Walla, het is een pittig weekje geweest. Ladertje is zoveel ziek geweest. Dan moest ze weer heel veel spugen. Dan heeft ze weer koorts. Nu heeft ze weer koorts. Huilen, ze wil alleen. Maar ze wil natuurlijk al heel veel bij mij zitten. Maar nu zit nog een keer 6 miljoen. Dat vind ik echt een kuttijd. En daar komt eigenlijk het allerergste. Is dat ik gewoon eigenlijk elke dag de spoedhulp wil bellen. Als ze koorts heeft. Of als ze al op slap is. Of als ze de hele dag wil slapen. Ik kan daar helemaal niet tegen als mijn popje ziek is. Ik snap niet hoe wij moeders dat doen. Ik hoop dat het tandjes zijn. Ik denk het ook wel. Ze is verder gewoon alert en ze drinkt heel goed. Mijn medemoeders is toch een potje ellende of niet? Ah. Maar ik wilde even zeggen dat er ook iets leuks is. Want wij mogen morgen vroeg, heel vroeg, papa ophalen. En dat vinden wij heel leuk. Willen papa ophalen? Maar dat is dus het enige wat ik eigenlijk wilde gaan inleiden. Dat ik gewoon en heel moe ben en een potje blij ben met Eloy thuis. Want dan kun je het ook samen delen. Nu bel ik elke keer mijn zus of mijn moeder op dat ik een beetje bang ben. Of weet ik veel wat. En dan zijn we gewoon weer lekker samen en de hondjes. Oh, ik mis Beertje en Mondje zo erg. Is niet te doen. Niet te doen. Maar Eloy weet dus niet dat wij daar staan. En we hebben een bord getekend. Eventjes wat we vanmiddag hebben gedaan. En Lala heeft al een paar mooie streepjes gezet. Maar het is verdomd moeilijk om haar te laten tekenen en niet dat ding in een mondje te laten krijgen. Ja, schatje, jij moet mooi kleuren daar. Mag me helpen? En die wil alleen de hele dag zitten. Goed zo, poppie. Dit is een soort van verrassingje voor papa. We gaan vroeg slapen, hopen dat mijn wallen een beetje beter zijn en... Elo nog denkt van, oh, ik ben nog met een leuke vrouw getrouwd. En ik ga nu een heerlijke broccoli schotel eten. Met een kaarsje erbij. Ik ben een kerstfilm aan het kijken, Last Christmas. Dus we hebben nog een leuk laatste avondje al, zeg ik het zo. En popje. Ik moet gewoon om 6:15 half zeven in de auto zitten. Dus als je denkt dat ik al moe ben, denk ik het. En wij zien jullie morgen! Oké, jongens, wij zijn op Schiphol. Het is verdomd vroeg. Ik heb de kutse nacht ooit in mijn leven gehad. Lala heeft zo'n koorts en was alleen maar wakker. Wilde alleen op mij liggen. Maar ja, ze was warm en ik was warm. Dus komt tot buiten kutse nacht in history. Maar we zijn hier. Kijk, en we hebben een heel groot gezelschap. Zwaai, jongens. En we hebben allemaal leuke ballonnetjes. En dit hebben wij getekend. En hun hebben... ook iets heel mooi getekend. En nu gaan wij wachten tot ze komen. Eerst naar die hondjes toe, hè. Eerst naar de hondjes toe. Papa. Ja. Ja. Sorry. Ik wacht wel. Wat is het? Lala. Wie is dat, Lala? Oh, het is een beetje... Papa. Wie is dat? Lala, wie is dat? Dat is een papa. Ja. Papa. Lala heeft voor jou gekleurd. Oh, Lala, mooi. Het heeft Lala voor jou gemaakt. Heb jij dat gedaan, Lala? Mooi, Lala? Mooi. Ja. Daar zijn de vaders, hoor. Bij hun dochtertjes. Oké, wij gaan even verder knuffelen.
Goedemorgen allemaal. Het is al wel een paar dagjes later, want Lalatje, die meid daar, die was echt nog wel een beetje heel erg ziek geweest. Het was zo sneu. Ik heb wel gewoon een soort van elk half uur de spoedhulp willen bellen, omdat ik me zorgen maakte en bang was. En mijn vent werd daar een klein beetje geïrriteerd van. Beetje, klein beetje. Klein beetje. Maar ze heeft dus een blaasontsteking. Dus dat verklaart de koorts, want ze heeft al 3 dagen koorts, behalve vandaag. Vandaag heeft ze, ja, wel verhoging nu hoor, dus ze is nog steeds niet fit. Dus nu zitten we aan de antibiotica, dus dat vind ik ook 1 pot ellende, maar het is niet anders. Oké, maar ik vertel straks meer, maar ik wilde even ons leuke ontbijtje laten zien. Kijk dan, een kerstbroodje en een sinaasappeltje. Alsof het bijna kerst is. En Lalatje wil nou een lekker beetje eten. Dat mag niet, poppie. Ja. Wij gaan lekker eten. Tadaloo. Goedemorgen, goedemorgen jongens. Ik was mezelf aan het opmaken en ik heb allemaal dingen gekocht. En toen dacht ik van, ik ga het even vloggen. Maar ik heb ook de vorige keer niks meer gevlogd, omdat ons kleine popje hier naast mij, ja, toch nog zich niet lekker voelde. En dan kan ik ook niet zo goed video's maken. Dus ik ben me nou aan het mooi maken en ik heb dit gekocht. Alleen eventjes een iets. Ik ben heel, heel slecht in make-up. Het is eigenlijk gewoon een beetje om gênant van te worden hoe slecht ik het kan. Maar toch probeer ik van alles. Ik heb nou dit gekocht. Bobbi Brown, maar het is een foundation stick en dat knal ik onder mijn ogen. En hij is veel te licht. Dus dat gaat niet heel lekker. En ik heb dit gekocht. Want ik heb online bij zo'n meisje die ik volg op Insta, die heeft al haar dingen gedeeld. En zij ziet er prachtig uit. Dus ik dacht, ik ga dat ook kopen. Maar we doen maar gewoon een beetje leuk smeren of zo. En het leuke hiervan is, Elo lacht me altijd heel erg uit dat ik het gewoon niet zo goed kan. Lach je me altijd uit dat ik niet zo goed kan make-uppen? Ik leg je niet uit, maar je kan het. Hoor je het? Ik kan het niet. En dan komt nu natuurlijk de vraag aan Eloy. Eloy, vind je mij mooie met of zonder make-up? Zonder. Dat is beter. Omdat ik het niet kan of omnemen en mooi vind zonder. Omdat je bijna altijd zonder zie. Maar ik denk als ik het echt goed zou kunnen, zou ik denk ik wel een klein beetje mooi zijn. Laten we eerlijk zijn. Een beetje zo. Zo, net als ik een dagcrampje doe. Zo. Het ruikt wel lekker. En we hebben dit gekocht. Hier word ik een klein beetje bruin van. En zo'n leuk kwastje kan ik dat zo erop doen. En deze is voor de wenkbrauwen schijnbaar heel goed. Deze. Dus we gaan er wat op smeren, jongens. En lekker met het mondje aan het spelen. En Lala vindt het heel leuk om te zien. Goed zo, mondje. Hè? Mooie jongen. En Beertje. Hè? Mama, jullie zo gemist, hè? Ja. Mama, jullie zo gemist. Nou, dit is het geworden. Maar niemand ziet er best oké uit. Ik wil ooit leren om zo heel mooi oogschaduw en zo te doen. Dat lijkt me heel leuk. Nu ga ik me omkleden. En dan gaan we boodschappen doen en eventjes eten halen. Dat is heel lekker. Maar wat? Oké, jongens. Wij zijn... Tromgeroffel. Bij de Mackie geweest. En we gaan nu lekker eten. Dat hebben we verdiend. Toch? Dat weet ik niet, maar het is wel lekker. Het is heel lekker. Dus wij gaan eten en dan zien wij jullie vanavond nog wel weer. Oké, jongens, we zijn toch lekker thuis aan het eten. Maar er is iets heel leuks. Ik heb iets teruggekregen. Er is iets gevonden wat Eloy mee heeft genomen uit Amerika. En voor degene die mijn vlogs kijken, weet dat dit mijn allerliefste, blije moment is van alles. Kijk. Mijn vlogcamera is terug. Ik ben zo blij. Alle filmpjes van Lalatje, alle privéfilmpjes van Lala vooral, die jullie ook niet zien, maar die gewoon voor mij is. Dus ik heb mijn vlogcamera terug met mijn kaartje. Dus ik ben heel blij. Ik had nog zoveel leuke beelden ook van Halloween, dus ik ga...
soort van stoppen met de vlog. En jullie nu het stukje laten zien van wat ik nog had gefilmd in Amerika. Dus het is wel random, opeens bam, kom je in een andere tijdstip terecht. Dus dat is 2 maanden geleden bij me. Dus we gaan nu terug naar Amerika. En dat is het, want ik vond het nog hele leuke beelden. Dus tot, oh nee, veel plezier. Ik ben lekker aan de wandel. En het heeft een hele week geregend. En nu is het gewoon 25 graden. Ik loop op de slippertjes. Ik zweem een potje hieronder. Maar ik wil het prenderen. Wat het kut is, je mag hier geen foto's maken. Ik weet niet, vorige keer kreeg ik straf. Omdat ik zonder grap een foto kan maken. Als ik iemand stoppen van de security. Sorry ma'am, you cannot make photos here. Moet je een vergunning hebben. Dus ik was geïrriteerd, kun je wel zeggen. Dus nou durf ik, ik durf niet eigenlijk te vloggen. Ik ga nou het hoekje om en dan loop ik echt in de stad. En ik weet niet of dit wel mag, want ik kreeg geen waarschuwing. En daarmee kreeg ik niet zijde. Potje ellende, dat weet ik wel. Maar het is wel mooi. Maar zie je zo. Een toetje gaan we hier halen. Hier maar voor ons. I can hear you hi, my name is Amari and I'm the best person in the world. Okay. She makes tasty cinnamon rolls, so you're fine. Hola, en ik ben in de auto en in de mond van het is een potje warm gaan we geen kerstmuziek luisteren. We gaan lekker de Spaanse zender opzetten. Riesgo de transmisión de COVID-19 in vuelos. Als ik die hoor, ik heb meteen een vakantiegevoel. Ik zal daar even filmen als een leuk liedje komt. In 100 feet, turn right onto Sunbury Road. En ik probeer mee te zingen, maar lukt me niet. Jongens, een goede avond. We zijn... Oh, kut. Ik heb de magnetron aan laten staan. Wacht. En mijn vent is aan het eten. Lekker. Hoe blij ben je met mij dat ik dit voor jou heb gehaald? Wel blij. Maar ik was aan het babysitten. Oh ja. Eerlijk kan voortaan heel goed babysitten op Lalletje. En haar in slaap krijgen. Loppie! En dit is mijn heerlijk eten. Biefstukjes, kip, nasi. Oh, yum yum. En daar laat je krijgt zo'n beetje pompoen. Dit wil ik nog eventjes gaan doen. Dit is een flukskoekje. En dan vind ik het altijd heel leuk om te kijken wat Elo heeft. En wat ik heb. You will be happily surprised by your new discovery. Oeh, leuk. Deze is voor Elo. En die van Elo. You will soon be rewarded for your best effort. Oh, leuk. Dat is met je voetbal. Jongens, ik ben bij de dierentuin. In de dierentuin. En het is nu Halloween night. En weet je wat heel leuk is? Ik ga het even laten zien. Ik loop hier. Ik ga jullie zo omdraaien. Ik heb deze net gekocht. En dit kun je dus de hele dag. Free hot chocolate refill. Dit is toch niet te doen? En dit is echt een potje foto. En ik loop hier. Het is een potje kou. Kunnen we naar mij zien? Je zit lekker in de draagzak te slapen. Ja. Lekker warm bij mama. Warm chocolademelk. Gezellig. Dus dit is leuk. We gaan lekker wandelen. Eloy, heb je zin in onze avontuur? Wat dan? Onze avontuur. Wat ermee is? Heb je zin in onze avontuur? Het is wel een beetje koud, maar met chocomel gaat het wel lekker. Niet ervan, jongen. We doen wel delen. Ik ben er open, nee. Te gierig om 2 bekers te kopen. We hebben Auntie's Anna. En dan hebben we een heerlijke pretzel met parmesan, garlic. Lekker. I think we're gonna put your skewers in one of these 2 metal tins. When you're done with that, you're more welcome to enjoy your s'more at any one of the benches or anywhere else in the park. Perfect, thank you, sir. Nou, dat dus. En dit gaan we doen. Die dingen in het vuurtje houden. Het is toch gezellig. Een hele experience. En dan met die chocolaatje en een koekje. Dit gaan we even doen, jongens. Ja, zo leuk. Oh, kut. Shit, ik let er niet op. Hij is verbrand. Er zijn nog steeds in brand. Blazen. Ja, maar jij hebt hem helemaal verbrand. Dat zeg ik jullie. Ik kan hem nog steeds eten. Jonas. Oké, ik wil dit leuk laten zien. Doei. En Lalatje is een beetje wakker geworden. Dat gaat nooit meer gebeuren. Dit is een heel mooi mietje. Hé, schatje. Maar dit was geen succes, jongens. Het was helemaal verbrand. Dus no go. Lekker wandelen.
morgen. Voor degene die denken, ik heb opeens voelsprieten in het echt. Grapje, dat is natuurlijk Halloween. Het is Halloween, jongens. Ik heb al een paar dagen niet gevlogd. En dat komt eigenlijk doordat ons snoekje tandjes krijgt. Dus die heeft niet geslapen. Dus mama heeft ook niet geslapen. En een beetje huilen. En ze was ook een klein beetje ziekjes erbij, koorts. Ja, liefje, was een beetje ziek. Maar vandaag zijn we aan de betere hand. Dus we gaan into the Halloween. En dit hoort nog met allemaal mouwtjes, maar er zitten handjes bij. Maar nu komt het allerleukste momentje. Dit vind ik ook wel heel leuk. Maar, liefje, wordt een klein welpje. Dus die gaan we nu eventjes aankleden. Jongens, Lala en ik zijn... Ik ben een panter. Mooi. Laat mama eventjes een ding doen. En Lalatje is een klein welpje. Lalatje. Lala is een klein welpje. Met een mooi staartje. Zo mooi. Ben je zo mooi? Ah, het is toch te lief. Mooi, Lala. Dus wij gaan eventjes trick or treaten. Lala. Lala. Hier. Hi Lala. Ben jij zo'n mooi leeuwtje? Ah, zo mooi. Zo mooi. Oké, jongens, mijn batterij was wel op, maar we gaan even laten zien dat we hier waren. Bij de truck entry. Dat zijn auto's met allemaal snoepjes. Die mensen zo alsof je in je huis trick and treat doet, maar dan hier. Zo. Oh ja, hier krijgen we jullie helaas niet van ons. Dit is onze trick and treat. En dit is nou de man van mijn dromen. Hij zet uit zichzelf, zonder dat ik het heb gevraagd, Mariah Carey op. Jongens, laten we eventjes genieten van dit perfecte moment. Oké, jongens. Een ellende, maar Eloy heeft een nieuwe auto gekocht. En hij is heel blij. Ik vind het één grote ellende. Ik ben een gierige Nederlander. Waarom heb je een nieuwe auto gekocht? Omdat het de droomauto van mij is. En had je het je vrouw verteld dat je het ging doen? Pas toen de auto kwam. En weet je wat ik toen zei? Ik heb een cadeautje voor jou. Het is jouw droom. Terwijl dat ik dit haat. Omdat stiekem weet dat jij dat ook wel leuk vindt als je erin rijdt. En Lalatje is het allermooiste. Het leeuwpakje is eventjes uit. Want we gaan eventjes lekker eten. En ze vond het niet zo heel fijn. Gaan we lekker wandelen. Het is een potje eruit. Maar we gaan voor de verandering weer naar... Tadadada. Goedenavond allemaal. Ik ben bezig met het stomste klusje ooit. En dat is eigenlijk uitkiezen wat ik allemaal meeneem. Deze zit al vol. Daarachter, die koffer zit ook al vol. Wij gaan verder inpakken en dan zie ik jullie morgen. Dag, dag. We zijn op het vliegveld. Veel te laat, want we hebben een hele verkeerde afslag genomen. Mijn snoepje is blij. Even genieten van papa. En dan gaan we inchecken. Doei papa. Lieve, we zijn klaar voor vertrek. Oké, jongens, en nu zijn we weer in de woonkamer. Zo snel kan het gaan. Ik ga ook stoppen met de vlog nu. Want het is genoeg geweest. Hij is lang genoeg geduurd. En over 2 dagen is het kerst. Dus we gaan een kerstfoto maken. We gaan kerst vieren. We gaan allemaal leuke dingen doen. Ik zou zeggen, abonneer je op mijn kanaal. Eloy, wil je even zeggen, abonneer op mijn kanaal? Abonneer op mijn kanaal. Abonneer op ons kanaal. Ons kanaal. Want Eloy gaat de volgende vlog zo goed mee. Dan denk ik dat hij gewoon een vlog takeover gaat doen, Eloy. Nee, dat niet. Dat niet, maar hij gaat een potje leuk meedoen, jongens. Ja, we zien het al wat er komt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Mwah!